De afgelopen 4 jaar hebben we de PvdA, GroenLinks, D66 het voor het zeggen gehad in de stad. En nu is het tijd om terug te blikken. De afgelopen tijd heeft de redactie van Sleutelstad gekeken naar wat er in 4 jaar gemeentepolitiek is gebeurd. Wat werd er 4 jaar geleden beloofd? Wat is daarvan waargemaakt? Welke successen zijn er geboekt? En natuurlijk ook de vraag, wat heeft de coalitie van deze 3 partijen in de stad bereikt? Vanavond is het tijd om dat te bespreken met GroenLinks. Vorige verkiezingen verdubbelde de partij in zetelaantal van 4 naar 8. En dat gaf ook een plekje aan de onderhandelingstafel. Ashley Noord die zorgde ervoor dat het coalitieakkoord op tafel kwam. En hij werd ook wethouder. Hij is vanavond verhinderd. Hij is met corona thuis. En als we dit opnemen, is hij nog niet uit quarantaine. En daarom als vervanger Rembrandt Roaan, fractievoorzitter van GroenLinks op dit moment in de gemeenteraad. En natuurlijk de man die ook hoopt dat het verlies van het aantal zetels aanstaande woensdag beperkt wordt. Want na zo'n grote overwinning beven denk ik de gelederen bij GroenLinks. Zeg ik dat goed, Rembrandt Roaan? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben niet aan beven. We zijn gewoon heel lekker een campagne aan het voeren. En we laten de stad zien wat we gedaan hebben de afgelopen 4 jaar en wat we willen gaan doen. En dat zit eigenlijk gewoon heel veel energie in. Dat merk je eigenlijk bij iedereen. Bij de fractie en de wethouders en alle vrijwilligers. Dat zijn er heel veel die heel veel goed werk voor ons doen. En ja, ik zit er zo middenin. Dat kan alleen maar goed gaan. Ja. Wat zijn dan die successen die je op dit moment laat zien? Wat is je belangrijkste succes? Ik denk de allergrootste successen voor GroenLinks is echt die groene stad. Dat we echt de stad zichtbaar heel veel vergroend hebben. In de wijken, in de binnenstad. Dat zie je bijvoorbeeld aan het Singelpark. Dat is echt, het rondje is compleet gemaakt onder GroenLinks. En dat is gewoon prachtig om te zien wat daarmee gebeurd is. Als je kijkt bij de meelfabriek, het Lakenpark. Dat was natuurlijk een beetje een troosteloze parkeerplek. Waar je liever eigenlijk niet was. Nou, dat is prachtig nieuw gemaakt. Er staan nu sociale huurwoningen die heel mooi gemaakt zijn. Dat is allemaal helemaal groen gemaakt. Dus je kunt daar wandelen, je kunt daar sporten. Genieten van de natuur en van de schone lucht daar. En daarnaast het katoenpark, waar kinderen in de natuurspeeltuin kunnen spelen. Ja, dat zijn prachtige voorbeelden. En dat zie je eigenlijk door de hele stad heen, dat we die vergroening voortzetten. Dat we echt heel versteende stukken stad nu gewoon helemaal groen gaan maken. Dus dat mensen ook gewoon kunnen genieten van een stad waarin, waarin je kunt bewegen in het groen. Ja. En dat was eerder niet. Daar bent u trots op. Daar ben ik echt trots op, ja. Bij terugblik hoort natuurlijk ook kijken wat er beter had gekund. Wat had u beter kunnen doen de afgelopen 4 jaar? Dat hadden wij beter kunnen doen. Ik denk dat we heel veel dingen heel erg goed gedaan hebben. Maar bijvoorbeeld, wij hadden in ons verkiezingsprogramma de vorige keer staan dat we sociale huur willen bouwen. Echt fors, 35%. Dat is 30 geworden. Dat denk ik van, dat had beter gekund. Maar goed, die 30 was al een heel mooi iets. Mm-hmm. Dat zie je nu ook dat gerealiseerd wordt. Dus er worden massaal ook sociale huurwoningen gebouwd. Omdat het ontzettend belangrijk is dat we vooral die doelgroep ook kunnen huisvesten. Dus dan gaat het echt om starters. Dan gaat het om studentenhuisvesting ook. En dat hebben we wel laten zien dat het wel kan met 30%. Maar dat kan nog wel een stapje meer. Hè. We willen nu naar 40 zelfs in de komende periode. Ja. Daarover komen we nog te spreken natuurlijk over die woningbouw. Want dat is iets wat de afgelopen 4 jaar zeker gebeurd is in de stad. Er zijn ook woningen gebouwd en er worden ook nog veel woningen gebouwd. Ik wil beginnen met een blik op de stad op dit moment. Want u laat een stad achter als coalitie met een flinke schuld. Straks 200% schuld en dat is de hoogste schuld van Nederland. Met een gemeente met de hoogste schuld. U krijgt ook de kritiek van achterkamertjespolitiek. Dat de coalitie er eigenlijk bij zat voor niks en dat alles binnen die coalitie werd opgelost. Donderdag besprak ik met uw coalitiegenoot de PvdA al inderdaad dat er een extra lijstje was naast het coalitieakkoord waar wat dingen in geregeld werden. En daar had de SP ook kritiek op. Nou, het zijn allemaal dingen die de afgelopen 4 jaar gespeeld hebben. Maar ik wilde eerst met u even luisteren naar Walter van Pijpen, uw partijgenoot die de vorige keer aan de formatietafel zat van deze coalitie. En wat hij zei over de bestuurscultuur in Leiden. Mijn ervaring na 8 jaar in de gemeenteraad is dat het belangrijkste is dat we met elkaar samenwerken. En die samenwerking kent in principe geen vijanden, maar alleen vrienden en partners. Het belangrijkste wat uit het informatierapport komt, is dat het belangrijk is dat we die open bestuursstijl, waar ik als oppositiepartij 8 jaar lang ongelooflijk veel aan te danken heb, dat we dat niet als vanzelfsprekend nemen. Dat we dat zelfs gaan kijken hoe je dat opnieuw kan vormgeven. Ja,
een open bestuurstijl. Mm. Het was nog niet uitgesproken of een half jaar later. Toen lukte het niet om op enig moment voor de oppositiepartijen iets met de begroting te doen. Om maar wat te noemen. En dat is eigenlijk de afgelopen 4 jaar telkens de kritiek geweest die u gekregen heeft. Gesloten akkoord met daarnaast nog extra afspraken die er zelfs buiten dat coalitieakkoord omgingen. Vindt u dat het gelukt is om zo'n open bestuurstijl te hebben in de stad? Ja, dus ik vind eigenlijk gewoon van wel. Dus de kritiek die heb ik ook niet voor het eerst inderdaad gehoord. Komt hier nu weer op tafel. Maar wat we gedaan hebben is dat coalitieakkoord hebben we gemaakt en hebben we heel duidelijke keuzes gemaakt voor de stad, absoluut. Dus die stonden ook vast. Dat wij een klimaatadaptieve stad willen maken, omdat we straks de hitte moeten bestrijden van klimaatverandering, maar ook de regen moeten kunnen opvangen. Dat we minder uitstoot moeten hebben, dus dat we naar een circulaire economie moeten. Dat we de cultuur genoeg ruimte willen geven, dat we een sociale stad willen zijn. Al die dingen staan gewoon wel helder op papier en daar staan we ook voor. En daar ben ik ook gewoon blij mee, want het is hartstikke belangrijk. We hebben daarin wel altijd aangegeven, kijk, bij de totstandkoming van het coalitieakkoord hebben we ook elke partij uitgenodigd aan tafel om te vragen wat is voor jou nou het allerbelangrijkste. Toen kwamen er dingen naar voren, bijvoorbeeld ondermijning van CDA, die zouden wij niet zo snel erin hebben gebracht. Maar die vonden het zo belangrijk dat we daar ook een post voor op hebben genomen, om maar iets te noemen. Mm-hmm. En zo hebben we al die partijen zijn we afgegaan en gewoon heel veel punten van die partij hebben we meegenomen. En ook in de jaren daarna is er gewoon heel erg veel gebeurd, ook met andere partijen samen. Dus ik heb heel open ook politiek gevoerd. Ik heb bijvoorbeeld een motie ingediend. Ik was lange tijd jeugd- en onderwijswoordvoerder, nu nog steeds. Ik heb een motie gemaakt om pleegzorg meer toegankelijk te maken. Mm-hmm. En daar heeft eigenlijk de voltallige oppositie mee ingestemd. Die waren het met u eens. Die waren het met mij eens. Maar toch gebeurt het dat bij mij aan tafel de afgelopen dagen vanuit de oppositie van links tot rechts de kritiek komt. We konden niet meepraten. Misschien even naar Antoine Theo van de SP. Mm. Hij zei zelfs dat hij het gevoel had dat hij voor niks in de gemeenteraad heeft gezeten de afgelopen 4 jaar. En hij zei, hij gaf dit als voorbeeld daarvoor. We hadden die verbouwing van de lakenhalling gehad. Er was volgens mij 13 miljoen of zo naartoe gegaan. En er moest er weer extra geld naartoe. En toen ging ik naar Gijs Holla van de PvdA. Mm-hmm. Die was toen daar nog fractievoorzitter. Ik zeg, Gijs, zijn we tegen, hè? Want in het verleden waren we ook al tegen geweest. En toen zei Gijs, in eerste instantie zei hij ja. En naderhand zei hij nee, zegt hij, want daar hebben wij een afspraak over gemaakt. Ik zei, mijn afspraak, ik in dat coalitieakkoord bladeren, hè? Want dat was inmiddels zo dik. En er stond niks in. Ja. Dus toen heb ik naderhand gevraagd, waar staat dat dan? Ze zeiden, ja, we hebben nog extra afspraken gemaakt. En ja, er was inderdaad nog een extra lijstje waarin alle eigenlijk financiële ruimte die er is in zo'n begroting waar je als gemeente over gaat, was allemaal opgedeeld. Ik herken me echt niet in de beeld. Dus ik hoor dit vaker van de SP. Die geven aan, je timmert alles dicht en het is ook zo'n dikke coalitieakkoord. Mm. Volgens mij valt dat mee. Dus, ik hoorde het overigens niet alleen van de SP, ik hoorde het ook bij andere partijen nog. Toen ik dit navroeg, van hoe zat het ermee? Dan hoorde ik het ook bij andere oppositiepartijen. Ja, nou ja, kijk, ik ben niet op de hoogte van een lijstje. Dus hij heeft heel concreet dat hij zegt, er is een lijstje. Maar dat zou ik dan wel eens willen zien waar hij dat vandaan heeft. Want volgens mij bestaat dat gewoon niet, want we besturen gewoon op een open manier. En we hebben gewoon heel veel dingen ook samen gedaan. Maar ook met de SP. Ligt hij hier dan, Antoine Theo? Was er niks anders afgesproken dan wat wij in het coalitieakkoord konden lezen? Nou, voor zover ik weet is dat niet zo. Natuurlijk is het wel zo dat je met elkaar overlegt, maar dat doe je ook met oppositiepartijen natuurlijk. Dus zodra er ligt een voorstel voor, ga je in de commissie ga je dat bespreken. En heel vaak is het zo dat als je dan tot een voorstel wil komen, of dat je dan tot een besluit wil komen, dat je ook nog overlegt met elkaar. En dat doe je binnen de coalitie, maar dat doe je ook met oppositiepartijen. Een mooi voorbeeld daarvan is bij de laatste begroting geweest. Toen was er echt flink wat geld over. En dat is ook waar meneer Theo aan refereert. Die zegt, al het geld wordt allemaal opgebouwd door de coalitie. Nou, dat is dus aantoonbaar niet zo, want er was best wel veel over. En toen hebben we gewoon gezeten in overleg. Inderdaad, toen hebben we, zo zou je het kunnen zeggen, een lijstje gemaakt buiten de politieke arena om. Maar dat hebben we met alle partijen gedaan. Dus geheel open met alle fractievoorzitters gezeten. Toen hebben we tegen iedereen gezegd, wat zouden jullie nou per se daarin willen? Wat zou jouw prioriteiten zijn? Mm-hmm. Toen zijn er grote prioriteiten van oppositiepartijen ingekomen, die wij misschien helemaal niet bedacht hadden als coalitiepartijen. Noem het CDA met bijvoorbeeld kleedkamers die verbouwd worden voor 5 ton. Dat zijn echt substantiële bedragen. Dat ging eigenlijk om de meevallers die u kreeg, omdat er meer geld naar Leiden komt vanuit de landelijke overheid. Dus u had eigenlijk extra geld buiten het coalitieakkoord om. Ja. Maar waar Antoine Theo op doelt, die zegt, naast wat wij in het coalitieakkoord konden lezen, was er ook voor de restreserve, was er al besproken vooraf, zonder dat dat in dat coalitieakkoord terug te vinden was. Noem bijvoorbeeld de Gouden Balbrug. Dat is een voorbeeld waar, het kan zijn dat u daar niks van weet, maar
waar eigenlijk over gezegd is, wij gaan die brug verhogen. Dat spreken we nu af, maar dat staat niet in het coalitieakkoord. Daarover gaat zijn kritiek eigenlijk. Nou ja, wat er gebeurt, wat er echt altijd is gebeurd, is als er een nieuw project werd geïnitieerd door de coalitiepartijen, dan is dat gewoon besproken, open en eerlijk, in de commissievergadering. En dan wordt er gewoon ook eerlijk naar gekeken. En dus alles wat niet in het coalitieakkoord staat, dat is ook gewoon een vrije kwestie geweest. Dus daar kun je als eigen fractie, kun je daar gewoon een eigen afwegingen maken. En hebben we gewoon, dat hebben we ook heel vaak gedaan. Dat hebben we ook heel vaak laten zien, dat we ook afgeweken zijn van de plannen die de coalitie dan ons voorlegt. Daar kun je altijd iets op wijzigen. Dat hebben we als coalitie gedaan, dat heeft de oppositie ook gedaan. En nou ja, in mijn beleving hebben we daarin ook echt best wel heel veel samengewerkt. Ja. Laten we dan gaan naar een van die plannen waar u voor stemde. Als een van de coalitiegenoten, vermoedde ik, maar misschien is dat niet zo. Hm. U hebt volmondig voor hoogbouw langs de Willem de Zwijgerlaan gestemd. Ja. Met 120 meter een toren, ja. Waarin 25% sociale huur komt. Die ook nog eens over 20 jaar alweer aan de markt verkocht mag worden. Dus dat is geen blijvende sociale huur. Mm-hmm. Is dat nou het project waar u trots op bent bijvoorbeeld? Dat u daar volmondig mee heeft ingestemd? Dus ja, dat is best wel een altijd weer in onze fractie best wel een discussie. Hè? Hoe gaan we nou om met dit project precies? En wat voor ons voorop stond is dat er gewoon heel veel woningen toegevoegd worden. Dus ook voor die starters die ontzettend hard nodig zijn. En ook voor die sociale huur die ontzettend acuut nodig is. Mm-hmm. Maar voor ons stond altijd voorop dat ook de omgeving dan echt vergroend wordt. Dus dat je dat duidelijk ziet. Dat ook de toren zelf, dat er heel veel groen in terugkomt. Maar ook dat het energie neutraal wordt. En dat is op het laatste moment is dat nog gelukt. Mm-hmm. En dat was ook op voorstel van ons. En omdat dat nog gelukt is op het laatste moment, dus dat er gezegd werd, toen is de wethouder heel erg creatief gaan kijken van gaan we nou die flat zelf echt klimaatneutraal maken of zorgen dat daar omheen ook zonnepanelen liggen en dat wordt daar naartoe gebracht. Nou, dat kon gerealiseerd worden en daarom konden wij instemmen uiteindelijk, omdat het echt die broodnodige woningen creëert en het ook nog echt heel duurzaam kon. Ja, er zijn ook andere mensen die zeggen, nou het had ook wat lager gekund en had je alsnog die omgeving kunnen vergroenen en dan had het ook nog vergroeningswinst opgeleverd met zonnepanelen bijvoorbeeld. En wat vindt u van die sociale huur? Want u schreef 35% in uw verkiezingsprogramma. Hier is 25% voor maar 20 jaar ingekomen. Ja. Dat lijkt me toch een pijnlijke keuze. Ja, dus nou, die 25% die is daar gerealiseerd. Die kan, ja, dat noem je dan uitponden inderdaad, dus die kan later verkocht worden en dat vinden wij wel een probleem waar we ook in de toekomst echt heel erg naar moeten gaan kijken. Dus nu, wij willen eigenlijk dat sociale huur ook gebouwd wordt door de corporaties zelf. Want dan kan je er afspraken over maken dat het niet verkocht wordt. Dat mogen ze nog steeds doen, maar dat willen wij niet. Ja. En die afspraken kun je samen maken en dan wordt het niet verkocht over 20 jaar. Maar dat is ook over 20 jaar weer, ben je ook weer verder. Als op zich die ontwikkelaar het wil verkopen, kun je daar ook weer over in gesprek gaan. Kan het misschien ook nou, verkocht worden aan corporaties? Heeft u dan mogelijkheden tegen die tijd? Want u heeft in de overeenkomst die er nu gesloten is geen enkele mogelijkheid ingebouwd om over 20 jaar te zeggen, kijk meneer de projectontwikkelaar, wij willen nu graag inspraak. Nee, dat is ook zo. Dus daar moet je dan weer jezelf daar aan tafel krijgen. Maar het belangrijkste is dat we in de gehele stad gewoon die 30% realiseren. En dat we ook heel veel goede afspraken maken met corporaties. Dus dat corporaties ook zelf die woningen bouwen. En nou ja, in zo'n geval, als ze 25% en dat kan uitgepond worden over 20 jaar, is het hoogst haalbare voor dit project. Hebben we toch gezegd, doe het alsjeblieft, want die wachtlijst voor sociale huurwoningen, die is gewoon 10 jaar. Dus mensen wachten soms echt 10 jaar of langer op een sociale huurwoning. Dat gaat echt om mensen, dat gaat om studenten bijvoorbeeld die hier afstuderen en die willen gewoon door. Dat gaat om starters, dat gaat om daklozen die alles op orde hebben, die gewoon niks liever willen dan doorgaan naar een woning, die er gewoon niet is. Dus we moeten gewoon, daarom hebben we gezegd van ja, dat is gewoon acuut nodig, dus huppatee. Gewoon, gewoon bouwen. Ja, en ook als dat dus in die zin met wat toegeven op sociale huur. Elke sociale huurwoning is er één, ook als het er meer had kunnen zijn. Ja, en we blijven ervoor strijden dat het niet 30% wordt zoals de afgelopen 4 jaar, maar nu 40%. En dat het ook door de corporaties wordt gebouwd en niet door de ontwikkelaars. Ja. Uw partij heet GroenLinks. Over het groen heeft u in het begin al gezegd, daar bent u trots op. De stad is groener geworden. Maar waar is de linkerkant van uw partij gebleven, vroeg ik me af in de voorbereiding. Er was bijvoorbeeld een hek rond het sociaal domein. Er kon geen extra geld naar het sociaal domein toe.
Er was een maatwerkbudget, moet ik uitleggen voor de mensen die de eerdere afleveringen niet gekeken hebben. Dat gaat over mensen die een minimum inkomen hebben en die eerst op een vast bedrag per jaar konden rekenen. En nu alleen dat bedrag kunnen krijgen als daar ook vanuit een sociaal wijkteam toestemming voor wordt gegeven. En als we nou kijken, de mensen die eerst van de declaratieregeling gebruik maakten. Mm-hmm. En daaraan is gevraagd, weet u nu dat maatwerkbudget te vinden? 80% van die mensen zegt, nee, ik weet niet wat het is en ik weet ook niet hoe ik er aanspraak op zou kunnen maken. En er is 1 miljoen euro overgebleven zelfs. Ja. Is dat nou waar u trots op bent? Eventjes, GroenLinks is volop een sociale partij. Dus we hebben heel veel ook sociale initiatieven gehad in de afgelopen jaren. En als je ook kijkt naar die begroting, dan zie je dat qua uitgaven aan sociaal domein, dan gaat de pakweg 20 miljoen meer naar sociaal domein dit jaar dan dat het 4 jaar geleden was. Dus we hebben echt per saldo heel erg geïnvesteerd in dat sociaal domein. Deels ook geld landelijk wat erbij gekomen is. Ja, natuurlijk is dat ook voor een deel landelijk geld. Maar ja, dat was ook heel hard nodig. We hebben ook 4 jaar lang gelobbyd voor de jeugdzorg, omdat we helemaal uit de pas liepen. Dat budget is gewoon echt ontoereikend. Dus het was ook echt best wel moeilijk de afgelopen 4 jaar op het sociaal domein. Dat zal ik ook nooit ontkennen. Wat we wel hebben gedaan is kijken binnen die kaders, die hele strakke kaders vanuit het Rijk. We plusten bij, maar we hebben ook gewoon gekeken van oké, hoe kunnen we dat zo slim mogelijk inzetten en kunnen we toch ook echt innoveren, kunnen we het slimmer doen. Mm-hmm. En er is bijvoorbeeld de afgelopen jaren is er een grote investering geweest, structureel, in de wijkteams voor jeugd, dus de jeugdteams. Mm-hmm. Daar is echt meer expertise in gezet, zodat als kinderen zich melden, ze direct ook behandeld kunnen worden. Of echt door professionals goed snel doorverwezen kunnen worden naar de juiste zorg. Dus dat is echt vergroot. En als we nu eens naar dat armoedebeleid kijken, want veel mensen die kunnen het niet meer vinden, blijkt hier ook uit. Ja, nee, maar dit is dus ook zorgelijk. Dit is ook besproken al in de commissie. En daar hebben wij ook gezegd van ja, dat is dus belangrijk. Dat mensen wel weten waar ze moeten zijn. En vooral ook inderdaad als het gaat om armoederegelingen, zijn er een aantal dingen inderdaad minder geworden. Dus de generieke zaken zoals de declaratieregeling, die is er niet meer. Daarvoor komt dit in de plaats. En dat is het hele idee van maatwerkbudget is echt, daar lopen we voorop in Leiden. Dat zie je nu dat steeds meer gemeentes dat oppakken in het hele land. Dat het over het hele land zich verspreidt. Omdat iedereen moet bezuinigen? Nee, maar dat is echt niet de uitleg. Nee, het is echt een ander verhaal. Maatwerkbudget, die zorgt ervoor dat als jij je meldt met een probleem, dan gaan we naar jouw specifieke situatie kijken voor wat daar nodig is. En dan helpen we je daarmee. Dus je kunt niet meer zeggen, ik heb een fiets gekocht, ik declareer hem bij jou. Mm-hmm. Nee, dat doen we dus niet meer. Maar wel, als jij aankomt en jij zegt van, ik heb nu weer na zoveel tig jaar heb ik een baantje gevonden, maar ik kan niet eens naartoe lopen, want mijn schoenen zijn kapot. Dan kopen wij voor jou een paar schoenen of een fiets. En dan wordt het betaald uit maatwerkbudget. En voor de mensen die niet bij de gemeente terechtkomen vanuit schaamte bijvoorbeeld, of die onder de radar blijven, die eerder wel op een vrij gemakkelijke manier een bon konden indienen, die worden nu, vinden ze hun weg naar de gemeente niet meer. Nou, die kunnen nog steeds terecht, ook bij dezelfde loketten. Daar zijn mensen ook gewoon, de vrijwilligers die daar zitten, sociaal wijkteams, die zitten daar, die zijn, als het goed is, moeten ze op de hoogte zijn van het maatwerkbudget. Als dat niet zo is, dan moet het als het donder gebeuren, dat ze daarvan op de hoogte zijn. En dat die mensen ook gewoon doorgestuurd worden. En het zijn nog steeds ook dezelfde teams, hè? Jeugd- en gezinsteams. Het zijn nu de jeugdteams Leidse Regio en de sociaal wijkteams zijn degene die hier mee van doen hebben. Mm-hmm. Die het budget, in ieder geval de sociaal wijkteams, ook kunnen uitgeven. Dus dat is nog steeds gewoon toegankelijk. En je wordt gewoon echt geholpen naar jouw situatie. Dus we kijken echt welke kansen kunnen we mensen nu bieden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet echt door een dal heen zakken. Nou, daarvoor is het maatwerkbudget. Dan word je ook gewoon geholpen. Wij zullen er nooit, als iemand zich komt melden en die zegt ik kom met een verschrikkelijke schulden, dan zullen wij altijd het maatwerkbudget gewoon verstrekken en dan word je gewoon geholpen in Leiden. Ja, toch heb ik het gevoel dat de drempel wel verhoogd is hiermee voor mensen. Ja, dat is dus niet, dat is niet de bedoeling. Ook, je ziet het, we hebben wel echt geïnvesteerd in die basis, dus in het voorveld. Het is een beetje een technische term, maar dus in de welzijnsorganisaties. Waar je dus als een probleem zich net komt kijken, dat je daar snel terecht kan, dat je direct geholpen wordt. Nee, ik snap dat het uw bedoeling niet is, maar volgens mij, wat in ieder geval de eerste cijfers laten zien, is dat het vooralsnog wel zo gewerkt heeft. En ik kan me voorstellen dat dat op termijn beter moet, maar dat is volgens mij nu nog niet, de drempel is nu nog niet verlaagd voor iedereen. Nou, daar zijn we heel hard mee aan de slag. Ja. Dus wees welkom met al je sociale vragen. Want we zijn gewoon een sociale stad en dat blijven we ook. En we hebben gewoon binnen dat strakke budget, omdat het gewoon het Rijk ons te weinig heeft gegeven, hebben we echt gekeken hoe kunnen we nog steeds een sociale stad blijven. En ik ben er behoorlijk trots op dat wij bijvoorbeeld niet als andere gemeenten ook zwembaden hebben moeten sluiten, bibliotheken hebben moeten sluiten. We zijn blijven draaien, we hebben extra geïnvesteerd en we hebben dat ook gedaan in de jeugd, in preventie en in zo'n heel mooi maatwerkbudget.
Iets wat u wel gesloten heeft, een makkelijk bruggetje, is naar de bedbad- en broodvoorziening in Leiden. Waar mensen opgevangen worden die geen papieren hebben. Ja, die kunnen niet terug naar het land van herkomst. Het zijn vluchtelingen. Mm. Die zijn nu hier. Die werden opgevangen in Leiden aan het Maansteenpad. Die gingen naar Rotterdam. U werd gewaarschuwd. Rotterdam is niet beter dan Leiden. Die mensen moeten ergens zijn. En uiteindelijk besloot u in te stemmen met de sluiting van die bedbad- en broodopvang. Uiteindelijk bleek er niks te veranderen en bleken die mensen nog steeds in Leiden te zijn. Even luisteren naar uw partijgenoot Gepke van Gaal. Mm-hmm. Ik hoor veel verschillende cijfers over mensen die daar aan de poort zijn geweest en weer teruggestuurd werden. Mensen die daar zijn gekomen en niet geholpen konden worden. Mensen die in detentie zijn gezet. Dus het is gewoon dramatisch. Laten we dat gewoon vooropstellen. Ja. Het is dramatisch. Hebt u geëxperimenteerd met deze, nou, zou ik toch zeggen, de kwetsbaarste van onze samenleving? Nee. Echt, zo is het niet gegaan. Dus wat er gedaan is de Rijksoverheid. Kijk, ooit is die bedbad brood opgericht in Leiden. Omdat de Rijksoverheid helemaal geen bedbad brood wilde regelen voor mensen die geen verblijfsvergunning hebben. Dat vonden wij veel te ver gaan in Leiden. Dus gelukkig hebben we die bedbad brood toen ingericht. Toen is er 4 jaar geleden gezegd door het Rijk, nu gaan wij wel onze verantwoordelijkheid nemen in de opvang van mensen. En dat gaan we doen voor jullie regio in Rotterdam. Dus die wilden wat clusteren. Maximaal een half jaar, moeten we erbij zeggen. Want als het na een half jaar niet gelukt is om iets met die mensen te doen, dan staan ze weer op straat. Nou ja, dan wordt er alsnog verder gezocht naar een oplossing. Dus het was niet zo dat ze dan meteen op straat zouden staan. Zo is het ons verteld. We hebben gewoon gekeken. We zullen nu mee moeten gaan in wat het Rijk heeft geregeld. En we gaan ervan uit dat ze daar goed over nagedacht hebben. Ik heb ook gesproken met Rotterdam destijds. Van hoe wordt dat ingericht worden. Nou ja, we hebben daar toen dus mee ingestemd. Omdat er een plek was in Rotterdam. Maar we hebben altijd wel erbij gezegd, ook toen al. Mocht het nou niet werken op de een of andere manier, mochten wij de signalen krijgen dat het verkeerd gaat of dat die pilot faalt, ja, dan moet er altijd een mogelijkheid zijn in Leiden om goed terug te komen. Nou ja, en dat is dus wat inderdaad mijn fractiegenoot Gepke van Gaal heeft opgepikt. Er is bijna niemand inderdaad naar Rotterdam gegaan, er is misschien een enkeling gegaan. Dus maar heel 5 mensen begrepen toen, ja, een klein aantal. Ja, en dus heel veel mensen zijn gewoon hier gebleven en die hebben hier ook een netwerk. En daar moet je dus ook goed voor zorgen. En dat wat we nu gedaan hebben, is dus ook 3 ton gereserveerd. Dat is ook weer een mooi voorbeeld van hoe we samen hebben gewerkt met de oppositie hierin. Mm-hmm. Hebben we ter beschikking gesteld voor deze mensen om hen gewoon een menswaardig bestaan te kunnen geven hier in Leiden. In eerste instantie moeten doen? Want die mensen hebben in onzekerheid gezeten, er is hard actie gevoerd, de coalitiepartijen hebben moord en brand geschreeuwd aan de linkerkant. Mm. Had u niet moeten zeggen, ja, die opvang, we willen niet meewerken aan zo'n pilot van de Rijksoverheid? Ja, we hebben toch toen gezegd, misschien hadden we dat moeten zeggen, van ja, we zeggen gewoon tegen het Rijksbeleid van nee, wij werken niet mee. Dus dan zou je zeggen, dus wij overtreden als ware de wet. Hè? Dat had gekund. Wij hebben er toen voor gekozen om dat niet te doen. Dus we zijn meegegaan in de lijn van het Rijk. Gewoon met het idee van ja, zij nemen nu wel hun verantwoordelijkheid, anders dan eerder. Dus laten we daar gewoon op vertrouwen en nu in meegaan. Nou, nu blijkt inderdaad achteraf, want dit is niet geslaagd en het heeft ook best wel wat ellende opgeleverd voor die mensen. Dus moeten we nu weer heel erg goed rekening houden met deze groep en hebben we ook die investering gedaan van 3 ton. Tot slot wil ik nog even kijken waar we nu staan. Ik heb zo meteen nog een vraag voor u van de VVD van gisteren. Maar iets wat de afgelopen 4 jaar ook gespeeld heeft en waar u vast het ook veel over gehad heeft, even afgaande op de lange tekst op uw website, is het Roomburger Park. Daar zou een hockeyveld komen. Was in ieder geval het plan, was uw plan, waar u ook achter stond, totdat er een referendum kwam en u zei, oh ja, is dat nou wel een goed idee? Inmiddels denkt u daar anders over. Waarom was het een inschattingsfout om daar in eerste instantie voor te zijn? Nou, maar even terug naar dat dossier dan Roomburger Park. Het oorspronkelijke plan was 2 hockeyvelden, eentje bij het Zoeterland in de buurt op het Crescendo terrein. Nee, sorry, niet Crescendo, maar bij Trigon. Mm-hmm. En eentje in het Roomburger Park. En we gaan ook bij de molen, waar nu groen is, daar gaan we een parkeerplaats maken. Daarvan hebben we echt duidelijk gezegd, nee, dat niet. En we maken er maximaal 1 extra veld van. Mm-hmm. Maar het is nog niet zeker of die er kan komen. Dus het amendement van GroenLinks, overigens dat is ook weer een goed voorbeeld van hoe wij dus coalitieplannen niet vooraf bespreken en vastleggen, maar gewoon echt ook aanpassen op basis van partijpolitiek. We hebben ook met de oppositie samengewerkt, hebben we gezegd, er komt maximaal 1 extra veld, maar alleen maar als in het hele gebied daaromheen het groen, de biodiversiteit, de klimaatadaptatie,
versterkt en echt verbeterd. En nog een aantal, een tritje eisen, maar het gaat en dat is uiteindelijk het plan dat voor het referendum is gekomen, ja, dus ongeveer. Toen is er een plan aan ons voorgelegd, maar dat was nog niet het definitieve plan, hè? Dus dat was een plan waarvan je zegt van oké, we gaan dat hockeyveld proberen in te passen. Wordt een multifunctioneel veld, ook voor mensen in de wijk die daar kunnen sporten. Niet alleen maar voor hockey. Nou, dat vonden wij allemaal een goed idee. Maar het was nog steeds niet helemaal duidelijk of die biodiversiteit echt vergroot wordt in het gebied. En daarom hebben wij moties ingediend en toezeggingen gevraagd om dat echt nou goed in scenario's vast te leggen. Mm-hmm. Daar wilden wij op wachten tot het laatste besluitmoment. Dus GroenLinks heeft nooit echt een definitief besluit genomen in dit dossier. Ja. Het ging ons echt om het groen op één. En als dat had nog beter uitgezocht moeten worden, wilden wij überhaupt ermee instemmen? Ja. Nou, zover is er nooit gekomen, want er kwam een referendum. Ja, die was heel helder. Tegen. En dat hebt u overgenomen. Juist. U zou dat ook niet meer op die manier doen nu? Nee. Zou u nu alsnog, als dat referendum niet gekomen was, zou u ingestemd hebben? Nou, dat weten we dus nog niet. Dus als het referendum er niet was geweest, dan hadden we die scenario's, dan hadden we de doorrekening ook, daar hebben we gevraagd, betrek Naturalis, betrek de universiteit, laat hen ook een oordeel vellen over of echt die biodiversiteit erop vooruit kan gaan met een extra veld. Daar kun je je twijfel zeker bij hebben, maar dat is nooit gebeurd. Dus wij weten niet of we ooit ingestemd zouden hebben of niet met dat hockeyveld. En nu is het heel duidelijk, gewoon de stad heeft besloten voor ons. Dus dat blijft ook gewoon helemaal groen, het Droomburgerpark. Daar komen we absoluut niet aan. Op tijd aan de noodrem getrokken, zeggen de tegenstanders dan. Ja. Gisteren zat hier, zoals ik net zei, Maarten de Krom van de VVD. Ja. En die had een vraag voor u. Laten we kijken. Zij hebben als GroenLinks ook gezorgd voor het Lucas van Leiden Fonds. Een fonds dat voor 1 miljoen werd opgezet om kunst in de openbare ruimte te stimuleren. En ik vraag me echt af, met de kennis van nu, of ze daar nog steeds tevreden mee zijn. Omdat het ook een tijdje achterbleef in wat er is opgeleverd. En ook in een tijd waar gemeente als Leiden heel veel opgaves heeft, ook geld tekort komt op belangrijke terreinen. Of het dan nodig is in een stad die zo rijk is aan kunst en cultuur, waar we echt trots op zijn, om weer zo'n extra fonds in te zetten waar nou ook veel Leidse kunstenaars niet geholpen mee waren. Dus daar ben ik benieuwd naar. Ja, was het een goed idee. En Ben, staat u nog steeds achter het Lucas van Leiden Fonds? 1 miljoen euro voor cultuur? Ja, daar staan we heel erg achter. Want wij vinden het ontzettend belangrijk om te investeren in cultuur. Dus wat meneer de Krom ook zegt, we hebben een stad die is rijk aan kunst en cultuur. Kennis en cultuur, daar zijn we ook heel erg trots op. Maar je moet er altijd in blijven investeren. En ook juist in die kleinere kunstenaars, die kleine makers en kunst in de openbare ruimte. Want dat is kunst voor iedereen. Iedereen kan dat zien als zij over straten lopen en kan ervan genieten. Kan aan het denken gezet worden over wat het precies te betekenen heeft. En dat is iets wat je moet koesteren. Dus cultuur en kunst is iets waar wij ook altijd in zullen blijven investeren. Voor de grotere instellingen zoals de Lakenhal, Rijksmuseum van Oudheden, Volkenkunde. Maar ook juist voor die kleine makers, voor die broedplaatsen. En dat willen we ook toegankelijk maken voor iedereen. Dus wij willen ook een Leidse sleutelpas instellen. Waardoor de mensen met de laagste inkomens gewoon gratis naar cultuur kunnen. Naar cultureel aanbod kunnen kijken. Maar ook zelf kunnen leren schilderen, dansen, zingen, et cetera. Ja, u zegt, dat lijkt Lucas van Leiden voor ons goed idee. We gaan zelfs opplussen. Nog meer naar cultuur als het aan u ligt. Ja, als het aan ons ligt wel. De verkiezings... retoriek, die is duidelijk. Morgen dan zit Fleur Spijker bij mij aan tafel van D66. Wat zou je van haar willen horen? Ja, ik zou wel van Fleur willen horen. We bouwen echt flink bij. Fleur is bouwwethouder. Maar dat kun je alleen maar doen als je de omgeving daar omheen groen maakt. Als je de daken groen maakt. Als je echt groen flink toevoegt. Want die stad moet klimaatadaptief en biodivers. Dus is D66 bereid om samen met GroenLinks veel meer geld te gaan investeren de komende periode in groen dan dat er nu al is gebeurd de afgelopen 4 jaar. Dat ga ik haar naar voorleggen. Dank voor uw komst. Dank voor dat u kon inspringen voor uw collega die ziek thuis zit. Graag gedaan. Uw lijsttrekker. Morgenmiddag zeg ik tegen de kijkers om 3 uur. Dan kunt u kijken naar het lijsttrekkersdebat hier op de zender. En als u terugkijkt, dat is dus zondagmiddag om 3 uur. En 's avonds dan ben ik er weer om 8 uur. En dan met de laatste uitzending van deze serie afrekenen met 4 jaar gemeentepolitiek. En dan zitten we aan tafel lijsttrekker Fleur Spijker van D66. Dank voor het kijken.